Assistent die nu toeziet dat de vrije trap door de linksbenige Berutsi wordt genomen, wordt dan voorgewerkt. En dan is het balbezit voor Feyenoord met een wilde trap van Gian. Heeft dan een duwtje van Kroes. Ja, dan toch de nut dat aan de andere kant nu wel wordt gefloten voor een overtreding. Van Wonderen maakt de overtreding tegen Morris. Daar waren het dan altijd al over gekund. En dan krijgen we nu een rode kaart. Een rode kaart? Onvoorstelbaar. Echt onvoorstelbaar. Een rode kaart? Dit heb ik van mijn leven nog niet gezien. Zesde minuut van de wedstrijd gebeurt het. Waar Van Wonderen zijn tegenstander aan de mouw pakt. Waar we eigenlijk rekenen op een vrije trap voor Feyenoord. Omdat Kroes werd aangetikt. Ging de bal, omdat er niet werd gefloten, met een lange trap richting het strafschopgebied van Feyenoord. En op een meter of acht buiten het strafschopgebied, bijna recht voor het doel van Dudek, heeft Van Wonderen blijkbaar zijn directe tegenstander vastgepakt. Ja, dat mogen zo zijn. Als laatste man. En dat wordt dan blijkbaar beoordeeld als het ontnemen van een doelrijpe kans. Dat is zeker niet zo. Er zal ongetwijfeld duw- en trekwerk aan te pas zijn gekomen. En wat rest is dat Feyenoord na zes minuten wordt gedecimeerd van 11 naar 10 door de rode kaart die aanvoerder Kees van Wonderen heeft gekregen. Aanvoerdersband is af. De Kuip is stil, gedeeltelijk. Een ander deel fluit. En wat rest is een vrije trap voor Olympique Marseille. Van Vossen die graag de aanvoerdersband wil. Dat zal eerst moeten gebeuren. De formaliteiten moeten worden afgehandeld door de Portugese scheidsrechter. Althans, dat vindt hij. Voordat Olympique zometeen verder mag met een vrije trap op. Ik denk zo'n, wat zal het zijn, 2,23 meter van het doel van Dudek. Die, en dat is nou een schrale troost, zo'n beetje alle tijd van de wereld heeft gekregen om zijn muur in ieder geval neer te zetten. Ja, nu moet er even gekeken worden wie de captain is. Ja, en twee mogen het niet zijn. Komt er maar een Van Gastel, dus wordt het Bosveld. Ja. Maar dit is zo belachelijk. Ja. Want als je echt de regel bekijkt, misschien. Maar dit lijkt er werkelijk niet op. Het is schandalig werkelijk. En dat na het feit dat de scheidsrechter ook al niet toestond dat Feyenoord in zijn eigen tenue speelt. Ja, geef mij geen lekkere smaak in de mond. In ieder geval de vrije trap is voor de Fransen. En Lucquin gaat direct aanleggen. En die heeft een heel aardige trap. Lucquin nu trapt in de muur. En nu komt Feyenoord eruit. En waarom er nu Jode geschreeuwd wordt, dat moet iemand me duidelijk maken. Want volgens mij is deze meneer Melo Pereira nog nooit in de synagoge geweest. Balbezit in ieder geval voor Olympique Marseille. Een volledig belachelijke beslissing. Absoluut. En met een beslissing kun je een wedstrijd sturen. En dat is zonder meer gebeurd na 8 minuten voetbal. De rode kaart voor Van Wonderen. De 0-0 stand. Balbezit voor Feyenoord. Via Gian is de bal kwijt. En benieuwd of Olympique opeens probeert al meteen te profiteren van de manmeer situatie. Of dat het een ploeg is die langzaam maar zeker gaat proberen de duimschroeven bij Feyenoord aan te schroeven. Terwijl Peter Houtman nu als speaker, ja, begrijpelijk moet gaan vertellen aan de aanhang van Feyenoord dat hij zich wel moet gedragen. Het zal ongetwijfeld een forse boete gaan opleveren voor de thuisclub op het moment dat hier nog vuurwerk en ander materiaal gaat ontploffen. Ontstaat hier wel een enge, dreigende sfeer, moet ik zeggen. Absoluut, hoor. Absoluut. Het is ook het is inderdaad met één gebaar gezet, de toon in dit duel. Ik ben ook benieuwd hoe dit zich gaat uitbetalen in het veld, in de wedstrijd. Het zal een probleem worden voor Feyenoord, waarbij Van Gastel, dat mogen duidelijk zijn, een linie terug is, waarbij ook meteen Bosveld natuurlijk een linie terug is. En waarbij natuurlijk de aanval van Feyenoord er opeens voor een deel anders uitziet. Namelijk een mannetje minder. Kroes en Kalou blijven voorin. Van Gastel nu centraal achterin samen met Konterman. En Bosveld die als een soort extra slot op de deur voor die twee zal moeten voetballen. En ik vrees, terwijl die nu achter de bal aangaat, de Argentijn Kroes. En er ook een ingooi uithaalt op een metertje of 6 bij de hoekvlag vandaan. Dat die twee, Kroes en Kalou, aanvallend voor wat de aanval betreft van Feyenoord volledig op elkaar zijn aangewezen. Ja, Peter van Vos is een aantal keren bij Leo Beenhakker geweest om te kijken wat er gebeurt. Ferry de Haan loopt zich warm, want er zal toch een centrale verdediger bij moeten. En dat zal ten koste gaan misschien wel van Van Vossen. Balbezit nu voor Bosveld, die nu, terwijl die schaduwspits eigenlijk een beetje was als centrale verdediger staat, was het Konterman die nu de bal gaf richting Raza. Raza die aan de linkerkant staat met Pires voor zich. Overname van de Fransen. Brando raakt de bal dan weer kwijt aan Pauwen. Maar Perez gaat er hard in. Dan is Maurice wordt opgejaagd door Van Gastel. Overtreding van Gastel. En deze scheidsrechter die krijgt een hele, hele moeilijke avond. Ik heb straks even aan de andere kant een tunneltje open zien staan. Dat heette ooit de Leo Horn tunnel. Die ooit een keer moest vluchten. Nu lijkt het erop alsof deze scheidsrechter het onheil over zich heeft afgeroepen. Met die werkelijk gênante beslissing. Misschien als je de regel zo hanteert dat het wel zou kunnen. Maar het gebeurt helemaal nooit. En het was helemaal niet een zware overtreding. Het was helemaal niet. Nou ja, goed.
In ieder geval kunnen de Fransen de tweede corner nemen. De 11 Fransen tegen de 10 Rotterdammers. In de Kuip, Ron de Rijk, Jack van Gelder. We zijn zo verschrikkelijk voor Feyenoord. Omdat Feyenoord gepakt is in de 6e minuut. Omdat Van Wonderen een zeer discutabele rode kaart kreeg. En daarna Perez bij die stand van 0-0 na 17 minuten net een schandalige overtreding beging. En als je dan, zoals de scheidsrechter dan aangeeft met die rode kaart, de regels zo letterlijk interpreteert, dan moet je ook rood geven voor schoppen van achter. Hij gaf geel aan Perez, die nu toeziet hoe Kalou en Kroes in een 1-2 proberen er doorheen te gaan. En dan is het uiteindelijk het lichaam van Galas die zorgt voor balbezit en dan weer voor balverlies. Want Olympique is ook absoluut onrustig in deze wedstrijd. Een wedstrijd die dus gekenmerkt wordt door die rommelige openingsfase waarin Kroes de bal krijgt. Kroes, 1-2 man passeert nu. Kroes, de man van de tweede helft tegen Sparta, speelt de bal naar Kalou. Die kan er net niet bij komen. Dan gaat de bal snel slecht weggewerkt worden en Raza geeft de bal op voor. Dan komt hij! Oh! Hij gaat net naast de voorzet van Raza. En Kroes kopt de bal net naast het doel van Porato. 10 heldhaftige Rotterdammers tegen 11 mensen van Olympique Marseille. Voorlopig zijn de grijzen van Feyenoord de bovenliggende partij. En we hopen, Ron. Absoluut. Doeltrap voor Porato, de doelman van Olympique Marseille. Die tegen de wind in die bal moet zien een flink eind weg te krijgen. Het speelveld dat redelijk klein wordt gehouden door beide clubs. 20 meter, 25 meter hooguit, links en rechts van de middenlijn. Het kopballetje komt van Bosveld. Het wordt verlengd, de bal door Van Vossen. Maar die levert daarbij in bij de Fransen. Met name bij de man met nummer 6, bij Berizot, een Argentijn. Gaat die bal even terug in de defensie van Olympique Marseille. Maar het lijkt er vooralsnog op dat dit Feyenoord, dat na de rode kaart van Van Wonderen al in de 7e minuut van de wedstrijd al geruime tijd inmiddels met 10 man speelt. Dat dit Feyenoord wel in staat is om het in ieder geval Olympique Marseille moeilijk te maken. De vraag is alleen natuurlijk hoe lang, want na rust zal Feyenoord ook nog een keer geconfronteerd worden met die wind tegen. Waar Benakker nog steeds aangeeft aan Kalou dat hij, heb ik de indruk, wil dat Kalou en Kroes wat dichter bij elkaar voetballen. Waar er nu een Fransman opeens geblesseerd zou zijn geraakt en wordt behandeld naast de zijlijn. Maar Olympique toch verder moet met de vrijtrap. Die is inmiddels genomen. Is terechtgekomen bij Perez. Perez legt die bal even terug op Brandeau. Brandeau die schiet die bal dan vervolgens tegen het been van Pauw aan. En die trapt die bal met een grote boog richting de middenlijn. Dan wint Kalou het eerste kopduel. Daar kruipt Kroes onder zijn directe tegenstander. En daar eindigen we deze wedstrijd absoluut niet met 11 tegen 10. Hier gaan er absoluut meer af. Want daar is deze scheidsrechter A niet capabel voor. En B, als ik zie hoe de duels worden aangegaan, zowel door Olympique Marseille als door Feyenoord, kun je er haast op wachten dat er nog meer rode kaarten gaan vallen. De vrije trap voor de Rotterdammers, de man die uitvoert, Van Gastel. Van Gastel speelt de bal naar Kroes. Kroes krijgt een duwtje in de rug van Galas. Kan de bal wel of niet onder in bezit houden. Krijgt een vrije trap tegen vrije trap. De halve op de rand van het eigen 16 meter gebied voor Olympique Marseille. Voor die keeper, die Porato, die voorlopig nog geen sterke indruk maakt. Speelt de bal naar Perez. Perez opgejaagd door Kroes. Kroes geen gekke overtreding maken, nee. Hij geeft een tikje aan Perez. Maar een goed tikje. Want de scheidsrechter laat doorspelen. En dan is het Dugarry. Dugarry met Raza. En dan gaan de Fransen een beetje verwend doen. Kijken de scheidsrechter aan. Feyenoord nam even over. Van Vossen is op het middenveld gaan spelen. Jaagt. En Feyenoord gaat er hard in. Maar tot nu toe nog steeds binnen de perken. Fischer. Terwijl Kalou en Lucien nu ruzie aan het maken zijn, is het Dugarry die doorgaat, de bal voorgeeft. Er moet er snel bijgekomen worden, Perez met het schot. Terwijl iedereen en allemaal staat te kijken. En Kalou en Lucien nog ruzie met elkaar staan te maken. En Lucien op die typische, verschrikkelijke, vervelende Franse manier zoiets heeft van, jongen, zul jij even lekker verder. En dat hooghartige waar ik tijdens het WK in Frankrijk me voortdurend aan geërgerd heb, zie je nu ook in het veld. Bij deze Lucien. Bal van de Dudek. Wordt opgevangen door, niet door Lucien, want die glijdt weg. Lekker. En dan is het Kroes die overneemt. Maar Issa die raakt dan de bal eerder. Pauw speelt de man de Kroes. Kroes de bal aan de voet. Gaat tussen twee man door. De Visser speelt nu goed aan de linkerkant van het veld. Naar Kalou. Wordt dit hem dan? Kalou. Tussen twee man door. Kalou. En het schot. Oh, in handen van Porato. Jammer. Maar er ontstaan mogelijkheden hoor. Voor Feyenoord dat wel moet oppassen. Dat het niet te massaal eruit komt. Waardoor er een overtalsituatie in de counter komt. Voorlopig wordt het afgeschermd. En wil ik ook graag dat Van Gastel wat verder van zijn laatste linie afkruipt. Want je moet nu ook maar eens opletten, Ron. Hij neemt positie voor zijn verdediging. Is totaal niet bij een man. En het is eigenlijk steeds zo. En als je met een man minder speelt, is dat toch wel belangrijk dat je bij iemand staat. Kijk, nu ook niet. Hij staat alleen te gebaren. Kruipt met zijn kont tegen de laatste man, tegen de laatste lijn aan. Terwijl hij, als hij 5 meter naar voren staat, in ieder geval Lucas onschadelijker maken. Dat is toch een beetje de makker van Van Gastel. Nu ook weer. Kruipt hij weg. Staan er 4 verdedigers bij 2 aanvallers. En heb je dus druk op het middenveld. En daarvan profiteert Olympique Marseille met combinaties. Zoals ook nu. Brandeau. Brandeau Dugarry. Dugarry naar Lucas.
En ja, daar is dan toch iets te veel ruimte. Balbezit dus voor Olympique op de helft van Feyenoord. Dan gaat de man binnendoor. Dalmaa is dat. Die probeert om Bosveld heel te komen. Lukt niet. Krijgt wel met een kaats de bal als het ware weer zo voor de voeten gespeeld. Maakt geen overtreding waar ik hem wel verwacht op Jan de Visser. Maar houdt wel balbezit. En zou nou zo onderhand eens aangepakt moeten worden. Korte combinaties lopen dood in het Feyenoord strafschopgebied. De bal uitverdedigd door Van Gastel. Verdwijnt even voor de middenlijn over de zijlijn heen. Waar nu geloof ik drie Fransen bezig zijn met iets heel ingewikkelds. Het lijkt me een voetbalschoen. Ja, ik zou me er iets bij kunnen voorstellen als je zo'n sponsor hebt. Dat dat nog een keer extra in beeld zou kunnen komen. Het legioen zingt. Ik kan me daar ook iets bij voorstellen. Omdat Feyenoord heel behoorlijk presteert. En veel beter presteert dan het dat deed in Londen. Feyenoord maakt een veel zelfverzekerde indruk. En heeft inmiddels alweer met de 45 minuten voorrust en nu 8 na rust. Bijna drie kwartier met een man minder moeten spelen. Maar het is amper te zien. Sterker nog, de beste mogelijkheden tot nu toe komen absoluut op naam van zelfs diverse Feyenoorders. Kroes voorrust, Kalou en Bosveld narust. De ingooi is voor Feyenoord via Bosveld. Ruimte ontstaat nu natuurlijk ook in de Feyenoord aanval als men eruit komt. Omdat men nu zonder twee vleugelverdedigers speelt. Ze spelen nu twee centrale mensen eigenlijk dekkend op Kalou en Kroes. En dan een laatste man erachter. Maar aan de flanken ligt er ruimte. Terwijl er nu iemand een andere schoen krijgt. En dat is dan Issa. Daar zal toch niemand op gaan zitten wachten. Totdat deze boomlange bewaker van Kroes een andere schoen gaat aantrekken. Gaat dat nu doen. Neemt die schoen wel mee. Neemt hem niet mee. Doet zijn handschoenen uit. Kortom, het voetbal gaat gewoon verder. Met 10 tegen 10. Zo hoort het eigenlijk ook. Balbezit voor Lucas. Die de bal voordat Kroes erbij kan naar achter trapt. En dan via Gala wordt de bal zomaar naar voren geknald. Is het Ducari die doorjaagt op Konterman. En is het Van Gastel die gewoon wegglijdt. Waardoor Maurice kan overnemen. De bal speelt in het lichaam van Konterman. Die de bal even terug gaat spelen. Nee, doet hij niet. Van Gastel dan. Korte combinatie naar Kroes. Kroes. Oh, die kan de bal net niet onder controle krijgen. Jammer, Fischer zit ertussen voordat de bal richting Kalou gespeeld had kunnen worden. Is de bal via Perez gespeeld naar de rechterkant van het veld. Perez die hangt daar ook toch nog een beetje in aan die rechterflank. En Fischer een beetje aan de linkerflank. Waardoor Olympique nu ook wat tweeslachtig begint te voetballen. Aan de ene kant de veldbezetting achter zo wil laten zoals je het zou moeten doen. Tegen twee spitsen, twee centrale verdedigers of twee mandekkers. En een laatste man erachter. En dan het middenveld vol bezetten. Maar de Fransen kruipen nu toch ook weer naar achter. Waardoor het een wedstrijd wordt van het aftasten van twee ploegen. En dat is toch opmerkelijk na 9 minuten in de tweede helft. Balbezit voor Dalma. Dalma speelt de bal te hard op Maurice. Waardoor Dudek de bal makkelijk nu in zijn handen kan pakken. Eerst nam hij hem even op de voeten. Ziet dan dat Maurice aanloopt. En als Maurice een beweging meemaakt, dan zou die worden afgefloten. Maurice loopt weg. We spelen 10 minuten in de tweede helft. En bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille staat nog steeds 0-0 op het scorebord. NOS langs de lijn op 1. Feyenoord drukt, dus het wordt nog een mooi en spannend half uur daar in de Kuip. Ja. Feyenoord Olympique, Ron en Jack. En met 10 man, want Fischer krijgt zijn tweede gele kaart. We gaan gewoon op 10 tegen 10 verder. Er was een aantal keren de mogelijkheid voor Feyenoord in de afgelopen minuten om te scoren, te openen met goede aanvallen. En uiteindelijk is het uit een afgeslagen aanval Jan de Visser die wil aanleggen. Fischer die daar hard op ingaat, zo hard dat hij zijn tweede gele kaart krijgt. En nu is de strijd wat de manschappen betreft helemaal open. En daar waar wij al zeiden van je merkt niet dat er 10 tegen 11 spelen, hebben we nu 10 tegen 10. En dat zou voor Feyenoord de morele knak moeten zijn die het aan Olympique Marseille kan toebrengen. Want zelfs met die 10 tegen 11 was Feyenoord de betere ploeg in de tweede helft. 17 minuten spelen we. De vrije trap van Van Gastel. Laat het nu dan maar meteen gebeuren of wordt het Konterman. Het wordt een knal en laten we hopen dat hij tussen de palen gaat. We hebben vaak geklaagd over een poolsysteem, maar dit heeft niets meer met een poolsysteem te maken. Dirkie komt aanloop van Van Gastel. Uitlopende man uit de muren krijgt de bal tegen het lichaam aan. Pauwen mist vervolgens duel en Olympique, nou ja, wat heet kan eruit komen, het heeft de bal. Maar halverwege de eigen helft zal het nog problemen genoeg krijgen om op de helft van Feyenoord te komen. Er komt een lange bal op Perez, die levert zomaar in bij Dudek. Terwijl wij voor onze neus Fischer eraf zien gaan richting de kleedkamer. Dit heeft niets meer met poolwedstrijden voetbal te maken. Dit is gewoon Europacup voetbal van de bovenste plank. En je moet erbij zitten om het te voelen hier in het stadion. De sfeer die er hangt, de spanning die er is tussen deze twee ploegen. 1-2 van Bosveld en de Visser gaat niet door. Omdat de Visser blijft staan waar Bosveld wel de bal gaf. Maar omdat Kroes nu deur jaagt, krijgt hij vervolgens ook steun van het publiek.
Wint Konteman het kopduel. Raken Fransen de bal niet helemaal goed. Brando verdedigt via de achterdeur uit in de persoon van Perez. En heeft Pires nu de bal voor Olympique. Perez die een bal tussendoor steekt. Doet hij niet onverstandig op Maurice. Maurice tot nu toe blinkt uit in slechte pasgeven. Wil bovendien geloof ik nog een penalty. Nou, die krijgt hij zeker niet. Kroes draait vooruit. Gaat nu een sprintduel aan met twee tegenstanders. Weet Kalou in de buurt. Kalou, nee, die bal is te hard. Ja, Kalou loopt in eerste instantie verkeerd. Dat klopt. Hij staat in een break verkeerd. Moet je uitwaaien. Dat klopt. Het is je moet als het ware de ruimte creëren voor jezelf. En de ruimte ook meteen op dat moment voor je medespeler om hem om de pas te kunnen geven. En dat duurde eigenlijk te lang. En dan moet je bovendien nog het risico ontwijken van buitenspel lopen. Terwijl aan de Franse kant we zo meteen een tweede inval gaan krijgen in de persoon van Lilian Martin. Is het nu geen buitenspel voor de Fransen. En mogen die door via Ducoury aan de rechterkant van het veld. Dudek, vangbal, jazeker. Jurek Dudek, 20e minuut, tweede helft, heeft die bal te pakken. En kan die bal meegeven aan Jan de Visser. Jan de Visser verlengt op Power. Power wat onzorgvuldig. Terwijl de Visser iets te laat komt in slijdingen, is het nu Pires de aanvoerder. Maar is het het balletje dat gewoon weer rolt in de voeten van Dudek? Is het de Portugese scheidsrechter die nu een Fransman maand om gewoon op te staan en niet te doen alsof er een overtreding is gemaakt? En is het Dudek die bal weer gaat brengen op de helft van de tegenpartij? Na 20 minuten voetbal in de tweede helft, een 0-0 stand in de Kuip. Feyenoord al vanaf het begin eigenlijk met 10 man. Maar inmiddels ook Olympique met 10 man. En de beste kansen voor Feyenoord, dat zijn we eigenlijk nog vergeten, denk ik. Terwijl het nieuws liep, bijvoorbeeld via Pauwen, die bal eigenlijk vrijstaand of had voor kunnen voortrekken. Besloot uiteindelijk te schieten, maar die bal over het Olympique Marseille doel heen joeg. De beste kansen in deze wedstrijd zijn absoluut allemaal voor Feyenoord. Feyenoord dat via Konteman weer de bal van Ducoury afneemt. De bal speelt richting Kroes. Kan hij die bal binnenhouden? Lijkt me niet. Hij houdt hem binnen, maar schiet hem dan over de zijlijn. Waardoor hij liever heeft dat Feyenoord Olympique Marseille de hoogte van de eigen achterlijn kan gaan klemzetten aan de rechterkant van het veld. In plaats van dat er een doeltrap genomen had kunnen worden door Porato. De scheidsrechter maand een Franse tot haast. Nu komt het erop aan dat Feyenoord ook daadwerkelijk in huis gaat winnen van Olympique Marseille. Op deze hartverwarmde Europacupavond. Want zoals Ron terecht zegt, in die poolwedstrijden heb je vaak zoiets van, ja, er worden er nog in dit geval nog 4 gespeeld. Maar dit is een hartverwarmende partij. Misschien niet altijd even goed, maar wel met ziel en zaligheid gespeeld door Feyenoord. Nu dat Kroes de bal van de voet af laat pikken door Lucquin, kunnen de Fransen eruit komen via Pires. En Lucquin die bal dan even terugkrijgt. Lucquin tussen twee man in. Raakt die bal bijna kwijt en Kroes. Kroes jaagt door. Kalou net. Oh! Vrije trap tegen Feyenoord. Discutabel. Ik denk wel dat het een overtreding was van Kroes. Maar het was ontzettend jammer, want Kalou was dan oog in oog komen te staan met Porato. Balbezit terwijl Somalia zich nu ook warm gaat lopen aan Feyenoordzijde. En het dus opeens heel anders gaat uitzien. Ook wat het inlopen van spelers betreft. Zagen we net ook De Haan die zich nog steeds warm loopt. Eigenlijk vanaf minuut 6 vanaf het verwijderen van Van Wonderen. Nu is het ook Cairo en ook Somalia die zich gaat warm lopen. Feyenoord moet deze wedstrijd gaan winnen. Wil deze wedstrijd uiteraard gaan winnen. Omdat het zo belangrijk is na de eerste nederlaag tegen Chelsea. Maar hetzelfde geldt voor Olympique Marseille. Konterman. Die krijgt nu een vrije trap tegen. Maakt even een wegwerpgebaar naar de scheidsrechter. Dat zou ik in dit geval niet doen. Want na het wegsturen van Van Wonderen kunnen we niet zeggen dat de scheidsrechter tegen Feyenoord is. Want veel overtredingen die er worden begaan worden ook weggewuifd. En de Fransen die beginnen daar zo langzamerhand over te klagen. Balbezit nu voor de Fransen met de vrije trap van Lucquin. Een meter of 30 van het doel van Dudek. Een directe zal het niet worden. Nee, speelt de bal naar Maurice. Maurice, hand 16, speelt de bal naar Dalma. Dalma speelt de bal dan tegen het lichaam aan van Bosveld. Overname weer door Maurice. Maurice met Gian voor zich. Speelt die bal weer terug naar Dalma. Dalma dreigend dan met een rechter schietend in zijn echte linksbenen. Probeert het toch een keer. Schiet meters naast en over. Martin gaat direct in de ploeg komen. In dat wat het laatste kwart van deze bijzondere wedstrijd zal zijn tussen Feyenoord en Olympique Marseille. Met, laten we hopen, een bekroning. Met een doelpunt van Feyenoord dat nu even terugspeelt via Van Gastel naar Dudek. En dan op de helft komt. Ja, komen ze op de helft? Oeh. Nee, niet op de helft komt van. Oh, dus overtreding van Perez dan. Ja, absoluut. Op Power, die ligt een meter of 6 nog voor de middenlijn. Waar de Fransen nu van de gelegenheid gebruik maken om te gaan wisselen. Benieuwd wie eruit gaat na 22 minuten voetbal in de tweede helft. Komt Martin, dat staat vast. Maar wie gaat? Pires. De man met nummer 7, notabene de aanvoerder, Pires gaat. Martin neemt zijn plaats in. Staat het 0-0 nog steeds in de Kuip in Rotterdam. Tussen Feyenoord en Olympique Marseille. Dan gaat het even duren voordat deze aanvoerder de band aan iemand anders heeft gegeven. Dat wordt Ducoury. Opvallend dat beide aanvoerders eruit gaan. De een weliswaar Van Wonderen met rood. En de ander vrijwillig na een wissel. Maar toch. Hij maakt nou niet bepaald snelheid. En op dat geeft hij eerlijk gezegd al een beetje uit. Hij vindt het niet leuk.
En je zou je haast kunnen voorstellen dat ze toch op basis van het feit dat het een uitwedstrijd is, misschien nog wel tevreden zouden kunnen zijn met een 0-0. Maar ik ben van mening dat hier voor Feyenoord absoluut meer te halen valt. En niet omdat ik toevallig 1-0 heb gepoeld, want dat zou echt stom toevallig zijn. Na 0-0 ruststand. Het zou niet weer waar zijn. Wat dat betreft nauwelijks geluk. Heeft Feyenoord inmiddels de vrije trap genomen via Van Gastel. Van Gastel naar Raza. Raza naar Kalou, uitgeweken naar de linkerkant. Tegenstander in de rug, krijgt een duwtje mee. Kan er eigenlijk niet zo bar veel mee, omdat ook recht voor zijn neus een andere tegenstander staat. En ziet dan die bal uiteindelijk uitverdedigd worden. Maakte Van Gastel, dacht ik, een klein overtredingje. Maar dat dacht ik eigenlijk over dat hij hem ging maken. En hij maakte hem prompt niet. Hij trapt de bal over de zijlijn. En dat levert Olympiek een ingooi op, nog ver op eigen helft. Je zei het in de allereerste zin, Ron, in deze wedstrijd. Feyenoord zal anders ogen na 3 overwinningen. Met wat voor voorverhaal dan ook. Maar 3 overwinningen, 9 punten in de competitie. En Feyenoord is weer strijdbaar. Feyenoord knokt voor iedere meter. Zoals Dalma nu zal tegenkomen met Bosveld. Bosveld knalt te fel op. Dalma houdt dan de bal onder controle. Moet weer Bosveld opzoeken. Steekt de bal dan ter hoogte van de penaltystip op het hoofd van Raza. En dan kan Power erbij komen. Perez is fysiek sterk. Ziet dan wel via Maurice toch bij Dugarry komen. Moet Feyenoord oppassen. Dugarry naar Dalma. Terwijl bij de tweede paal Perez de bal wil hebben, is het weer met het rechtervoetje. Dalma die laat zien dat hij wat dat betreft tot nu toe nog niet op scherp staat. Want hij schiet de eerste bal aan de ene kant. En nu de bal aan de andere kant ruim naast het doel van Dudek. Die de doeltrap kan gaan nemen. De doeltrap die we nemen met nog te spelen in deze wedstrijd 21 minuten. In ieder geval zal er ook nog wat extra tijd bij komen vanwege de wissels. Want iedere wissel, voor de mensen die dat niet weten, levert 30 seconden extra speeltijd op. Gezien de nieuwe regels die er zijn gekomen. Bal gaat over de zijlijn aan de linkerkant van het veld. Feyenoord ziet het tempo iets weg hebben. En daar waar de druk was, en dat zal je altijd zien, 11 tegen 10. Toen was de druk wat groter dan nu 10 tegen 10. Mysterieuze krachten in de sport. Boek is nog te koop, denk ik, van Joris van den Berg. Balbezit van Dugarry. Dugarry opgejaagd door Jan de Visser. Raakt de bal kwijt. Oh, overtreding dan. En dan krijgt de Visser geel. Nou, hij twijfelde of hij de Visser geel. Ja. Zag je dat? Ja, ja. Maar hij geeft geen geel. Wel een vrije trap aan Olympique Marseille. Vindt overigens wel een wedstrijd ook waar bijvoorbeeld dan 5 minuten voor tijd Somalia komt. En die de winnen er binnen tikt of binnen kopt. Dat zit allemaal in deze wedstrijd opgesloten. Moet je de helft van het poeltje geven. Is goed. Balbezit voor Olympique via de vrije trap van Lucas. Lucas. Kijkt of hij een vrije man kan vinden. Scheel speelt die bal in het strafschopgebied van Feyenoord. Waar Raza een misverstand kent met Pauwen. Waar Perez dan buitenom komt. En waar Maurice niet bij de bal komt om te koppen. Waar Bosveld vervolgens de bal uitverdedigt. En waar Kroes nu naar de grond wordt getrokken door Martin. Martin daar bijvoorbeeld ook rustig een gele kaart voor zou kunnen krijgen. Hij moet in ieder geval die bal inleveren. Dat lijkt me ook niet helemaal onlogisch. En Feyenoord zometeen verder mag met een vrije trap op een meter of twee nog voor de middenlijn. Wordt nu een uitgestoken Franse arm komt erbij om dat duidelijk te maken. Maar die Portugese scheidsrechter die is in dat opzicht zeker niet inderdaad tegen Feyenoord. Steekballetje van Van Gastel is moeilijk. Komt met een gelukje bij Kalou. Sterker nog, blijft bij Kalou. Kalou 2 tegen 1 met Kroes. Kroes in één keer. Ja! Julio Ricardo Kroes. Ja. 26e minuut van de tweede helft. En het is gebeurd. De twee overgebleven aanvallers van Feyenoord hebben voor elkaar gekregen wat eigenlijk al de hele avond in het pad zit. Het is Kroes met de goal. Kalou met de voorbereiding. En Team Fransen staat klaar voor de aftrap. Dit is waar Feyenoord eigenlijk al de hele avond recht op heeft. Zeker na de rode kaart van Van Wonderen in het begin van de wedstrijd. Blijft Feyenoord de betere ploeg in deze wedstrijd tegen Olympique Marseille. En heeft Feyenoord eigenlijk maar alleen de pech dat het nogal niet eerder op voorsprong is gekomen. Dat is dan nu gebeurd in de 26e minuut van de tweede helft. En na zijn 2 treffers van afgelopen week tegen Sparta bewijst Kroes nog maar eens dat de vorm blijkbaar terug is. Dat hij fit is en hij maakt nu ook het gebaar tegen zijn medespelers van kom op jongens. Dit moeten we over de 90 minuten zien heen te krijgen. Het heeft lang geduurd, maar Feyenoord staat eindelijk voor met 1-0 tegen Olympique Marseille. En wat een ongelofelijke mooie manier waarop hij die bal eigenlijk binnenlepelt met de binnenkant van zijn rechter. Een prachtige goal van een man die dus zijn vorm heeft gevonden in de tweede helft bij Sparta. Heel belangrijk. Kroes, Maglas, dat soort spitsen horen altijd te spelen. Tot ze tonen dat ze geen inzet hebben, dan moet je ze eruit halen. Maar die horen altijd te starten in iedere basis. Altijd weer vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Geef het aan de spitsen en ze zullen je ooit belonen. Kroes beloont nu, maar Perez neemt de vrije trap. Speelt de bal even richting Brando. Brando naar Perez. Maurice, maar die hakt de bal achter het lichaam weg. Dugarry zegt, oh lekkere bal. Merci beaucoup. Bal dan voor Konteman. Konteman speelt de bal naar voren naar Kalou, die ook knal en knalhard werkt. De bal nu even kwijtraakt. Een overtreding maakt tegen Brando. Brando trapt daarna.
En zegt er nog een keer tegen Kalou van dat moet je niet meer doen. En trekt hem dan ook nog aan zijn haren. Vervelend ventje, zegt die Brando. Een heel vervelend ventje. Wat een misselijk mannetje. Oh, dan krijgt Kalou geel. Dan krijgt Kalou helemaal aan het einde. Kalou en Brando, oh, ja nou, natuurlijk. Ongelooflijk, omdat hij op het moment supreme die ballen scheidsrechter met zijn rug naar naartoe gaat staan. Dus je ziet niet dat Brando de eerste duw uitdeelt. Kalou krijgt dan, die wordt weggehaald door zijn medespelers. En dan komt er toch geen grensrechter nog vertellen dat er wat ergens moet gaan gebeuren. Dan komt de volgende Fransman zeuren. Wat een ongelooflijk irritant stel is dit bij elkaar. Nee, dit heeft absoluut niets meer te maken met voetbal. Dit is een stel kinderachtige, vervelende voetballers. Dat zich er blijkbaar iets anders van had voorgesteld. Dat misschien de videoband Chelsea Feyenoord nog een keer heeft teruggezien. En gedacht heeft dat er wat te halen valt. Nou, dat is dus niet zo vanavond in de Kuip. Het is vervelend voor Olympique Marseille. Ze hebben er alles aan gedaan. Ze spelen in hun eigen kleuren. Ze hebben lang met een man mee mogen voetballen. Maar nu, eindelijk een kwartier voor tijd, is het dan gebeurd. Staat Feyenoord gewoon door de treffer van Kroes voor. En is het nu zaak om die voorsprong gewoon vast te houden. En op deze manier, zoals Benak eigenlijk al voorspelde, Lazio te laten voor wat het is. Maar gewoon in deze pool te kunnen blijven meedoen om de tweede plek. Overigens was het Lucien die de gele kaart kreeg. Die de irritante man speelde. En Kalou uitdaagde, waar Kalou bijna op inging. Maar voorlopig staat Feyenoord voor met 1-0. Is er nog een 16-tal minuten te spelen in deze enerverende confrontatie tussen Feyenoord en Olympique Marseille. De vrije trap genomen door Van Gastel via Pauwen naar de Visser. De combinaties lopen, er wordt strakker aangespeeld, er wordt vrijgelopen. Men durft de bal gewoon met een man in de rug zoals nu Kalou aan te nemen. De Visser opent dan naar de linkerkant van het veld naar Van Gastel. En die geeft de bal op de middenhuis van het veld naar de vrijstaande Kalou. Die laat de bal onder de voet wegleiden. Kroes gaat helemaal mee verdedigen. Kroes gaat doorverdedigen. Dat zie je helemaal aankomen en pakt de bal af. Ja, dat zie je gebeuren. Dan kan hij meer. Oh, hij wilde de bal meteen diep krijgen. Maar Van Gastel draait dan de bal terug richting Dudek. Waar Dudek de bal nu wel speelt richting Kroes. Kroes met Martin bij zich. Martin die wordt weggezet door Kroes. Krijgt een okkie van Kroes, maar mag doorgaan. Moet die bal naar de linkerkant van het veld. Naar weer Kroes. Oh, die had hem eigenlijk mee moeten geven aan Jan de Visser. Maar Jan de Visser die maalt daar niet om. Die is daar niet kwaad om. Die weet dat een spits die in vorm is gewoon uit alle standen moet en kan schieten. En dat je hem dan zo'n bal eigenlijk niet kan verwijten. Dat is nou eenmaal een eigenschap van een spits. Van een spits met drang naar het doel. Nog een kwartier te spelen. Stand 1-0 voor Feyenoord. Doelpunt te maken. Julio Ricardo Kroes. De doeltrap van Porato komt terecht op de helft van Feyenoord. Waar Konteman de bal slecht raakt. Waar die bal hard wordt teruggespeeld op Dudek. Die controleert die bal op de borst. Trapt hem dan in de voeten van Raza. Raza verlengt in één keer. Het loopt allemaal goed af. Maar dit zit ook in zo'n wedstrijd opgesloten. En dan uiteindelijk komt er wel balbezit. En die Kroes. Nou die maakt denk ik in één avond goed. Wat hij in twee maanden bijna aan krediet, sterker nog aan krediet, verspeelde bij de aanhang van Feyenoord. Niet eens zozeer doordat hij de vorm niet toonde, maar meer door de indruk die hij wekte van het interesseerde hem niet en hij hoefde niet zo nodig. Kortom, een desinteresse aan de dag legde waaraan men hier in Rotterdam absoluut niet wil. En diezelfde Kroes is nu een van de mensen die dit Feyenoord op sleeptouw heeft genomen. En met zijn treffer zelfs nog een mooie tweede pool gaat bezorgen in de Champions League. Balletje valt nu voor de voeten van Kalou. Wat gaat hij doen? Mooie actie. Gaat in ieder geval aan de zijkant van het Olympique strafschopgebied een hoogstandje uitvoeren. Maar ziet de bal uiteindelijk via zijn eigen been over de doellijn gaan. Porato, de doelman, heeft zowaar haast. Ik moet ook zeggen, ze hebben dan een mooie kledingsponsor. Ik vind hem afzichtelijk pak wat de beste man aan heeft. Zou er nog wat in voorraad? Ja, dat moet het enige tenue zijn, denk ik. Zijn doeltrap komt terecht op de helft van Feyenoord. En niet geheel toevallig op het hoofd van een Feyenoorder, met name Bosveld. Maar die ziet de bal voor de Feyenoord duck-out over de zijlijn gaan. En dat betekent dat Olympique zometeen verder mag met een ingooi. Inworp die genomen gaat worden door onze vriend Lucas hier aan de rechterkant of aan de linkerkant van het veld. Dugarry raakt de bal kwijt. Nee, houdt hem toch onder controle. Draait met Van Gastel in de rug weg. Moet dan ook langs Bosveld. Doet dat goed. Moet er weer een keer langs Van Gastel komen. Opent dan aan de rechterkant van het veld bij Perez. Terwijl Brando dan ook buitenom komt, raakt de bal kwijt aan Pauw. En dan hebben we een situatie waarin een aantal mensen eruit komen. En is dit een overtreding van Perez die erg hard was tegen Pauw. Die heeft al geel, en die hoor. Heeft ook al geel. Die gaat, dat durft hij niet. Nee, dat durft, nee, hij niet. Durft hij niet. Nee, durft hij niet. Nee. Ja, een vrije trap dus voor Feyenoord. En die Perez die had al geel in de openingsfase. Daar waar er ook al een rode kaart gegeven had kunnen worden. Na een veel te harde charge op de Achillespees van de tegenstander in de eerste helft. Komt Perez nu uitstekend weg. En dan zie je het marchanderen van een scheidsrechter. Kijken wie het is. Want hij legt het spel, wat een voordeelsituatie is voor Feyenoord, stil. Ten faveure van een overtreding. En dan denk je dan, dat doet hij alleen maar als hij een gele kaart gegeven. En dan kijkt hij naar de man. En dan denkt hij, oh, die heeft al geel gehad. Goeie vrije trap. En het is weer Perez. En nou, nu zou ik hem toch een gele kaart geven. Nu gaat hij eraf. Ja, die gaat eraf.
Dit zijn neuf Français. Neuf joueurs de l'Olympique Marseille. Ja, ja, Perez gaat eraf. Hij had het een halve minuut geleden al kunnen krijgen. Nu komt Olympique met een tweede rode kaart. Perez gaat eraf nadat eerder Fischer eraf ging. Nu heeft Feyenoord, dat met 10 man heeft gespeeld gedurende een hele lange tijd tegen 11 Fransen, opeens 10 tegen 9. Een onwaarschijnlijk vreemde wedstrijd met een terechte tweede gele kaart voor Perez. Die er dus nu ook af moet. En nu moet Feyenoord toch hele grote kansen hebben om deze wedstrijd te gaan winnen. En goede zaken te gaan doen in deze tweede ronde van de Champions League. De vrije trap gaat genomen worden direct met nog 12 minuten te spelen. Terwijl Perez nog het veld moet verlaten door Jean-Paul van Gastel. En nu moet Feyenoord slim spelen. Heel rustig, zegt Beenhakker. Gewoon de bal rustig spelen. Rond een beetje spelen. De mogelijkheden zoeken. De tegenstander laten lopen. Want de tegenstander nu gehandicapt. Daar waar het 11 waren, zijn het er nu nog maar 9. En kan Feyenoord de vrije trap nemen. Nu met Van Gastel. Veel te hard en te hoog. Alhoewel, die bal daalt, zeg. Die komt zomaar bang op de lat. Ik dacht dat hij meters over zou gaan. Maar met een prachtige mooie curve komt die bal bovenop de lat. Bij Porato. Porato die nu de doeltrap gaat nemen. En Feyenoord dus nu op voordeel. Niet alleen in de stand, maar ook qua aantal. En de Beenhakker die doet nu heel vriendelijk het hekje open voor Bakayoko. Man uit Ivoorkust die er direct in gaat komen. Beenhakker praat dan ook nog even met hem. Hij zegt, wil je erin? Wil je er niet in? Ja, hij mag er zo in komen. Balbezit is bijna voor Feyenoord. Overname nu door Issa, maar die raakt de bal bijna kwijt. En Kalou en raakt hem dan helemaal kwijt. En dan kan Feyenoord inwerpen. Een metertje of 5 voor de middenlijn. Ik moet zeggen, wat me nog het meeste bevalt aan deze Franse tegenstander is niet het feit dat het een irritante ploeg is, maar is bovendien het feit dat het een bijzonder klungelige, amateuristisch voetballende ploeg is. Want het kan toch niet waar zijn dat je na 7 minuten met een man weer spelend kans ziet om en tegengoal om die oren te krijgen en op een minuut of 10 van het einde niet alleen een man meer te hebben, maar nu een man minder te hebben. Hoogstandje van Konterman, moet nog een keer, gaat goed. Terwijl we de wissel noteren. Ik heb hem in de gauwigheid niet meegekregen. Ik zag wel dat Maurice eraf ging. En Bakayoko is zijn vervanger. En Feyenoord nu is weg vanaf de linkerkant. De Visser trapt die bal naar binnen op Kalou. Kalou zou die bal moeten teruggeven. Middenveld is nu voor Feyenoord. Daar ligt de ruimte. Juist bij Van Gastel niet te moeilijk. Overstapje van Kroes die een duw meekrijgt. Maar de Portugees fluit hier niet voor. Porato heeft balbezit. En die trapt die bal ver op de helft van Feyenoord. Daar zet Konterman heel letterlijk zijn kont er goed in. Kan ook niet anders. Valt niet te belopen voor die scheidsrechter om bij zo'n uittrap een afstand van 60, 70 meter te overbruggen. Maar is er nu opeens veel ruimte voor de Rotterdammers? Komt Razen van de linkerkant. Is die de bal kwijt? Ja, die is de bal kwijt. Dat is niet zo slim. Terwijl er notabene binnen hem een medespeler loopt. Aan de binnenkant wil ik zeggen. Aan wie die de bal bij kwijt kan. Het balbezit nu er komt voor Olympique ter hoogte van de middenlijn. Omdat er slecht is uitverdedigd door Feyenoord. En Peter Houtman nu nog een keer vraagt om het... Omdat fatsoen van het legioen. Ik denk dat het hooguit te maken heeft met vuurwerk. Maar eerlijk gezegd moet ik eerlijk zeggen. Terwijl Peter Houtman het nu ook nog een keer in het Frans herhaalt. Nou, dat laten we verder maar voor wat het is. De wedstrijd loopt er in ieder geval gewoon door. We zitten op 9 minuten van het end. Kroes heeft voor de zoveelste keer de bal. En die geeft hem nu mee aan de Visser. En dan komt er 2-0 aan. Als de Visser die bal van Kalou geeft. Oh, die bal bereikt Kalou niet. Hoe is het mogelijk? Hij wacht een tel te laat. Kalou staat ook eigenlijk precies in het verlengde. Vanuitgerekend die enige verdediger als hij een metertje terug blijft staan. Dus met andere woorden naar de bal toe komt. In plaats van dat hij terug moet, loopt hij hem waarschijnlijk zo naar leeg doel. En nu komt die bal er niet. Sterker nog is het Dudek die bal met een verre trap weer bezorgd heeft bij zijn collega doelman aan de overkant. Wordt het speelveld nu nog wat kleiner gemaakt. En hoop ik me eerlijk gezegd, hoop ik dat Feyenoord zich realiseert dat het een man meer heeft. En dat het dus verder uit elkaar gaat voetballen zoals het nu doet. Want de ruimte ligt er zoals nu bij de linker, aan de linkerkant bij Raza. Als Feyenoord die ruimtes nu blijft benutten, dan moet het normaal gesproken mogelijk zijn om deze 8-9 minuten zonder verdere kleerscheuren door te komen. Balbezit voor Raza. Raza speelt de bal even terug naar Pauwen. En er is dus veel ruimte op een veld dat normaal gesproken gemaakt is voor 22 spelers. Er lopen er slechts nog 19 op het veld. Dus kan je de bal met ruimte vinden. Kroes met het hakje naar Kalou, 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 Kalou. Ja, we gaan laten de bordveld. Ja, 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 ja. Bal bordveld zorgt voor 2-0. Feyenoord gaat die, oh, en die keeper die schiet de bal in de tribune. Die moet eigenlijk ook een rode kaart hebben. Die rost die bal in één keer de tribune in. Ja, nou oké, de scheidsrechter doet net alsof hij het niet ziet. Die kijkt alleen naar de feestelijke menigte. Feyenoord komt volledig terecht op een 2-0 voorsprong. Een goed schot van Kalou na het hakje van Kroes te maken van doelpunt nummer 1. En het is Bosveld die met het hoofd mag afronden. De kerstverse captain in deze wedstrijd zorgt voor 2-0. Het feestje is compleet in de Kuip. Wat een gekke avond. Iedereen dacht na 6 minuten, hé,
Nee! En dan krijgen Kroes en... die krijgen ook nog even ruzie. Nee, die maken dan onmiddellijk... sluiten weer vriendschap. Kroes en de doelman Porato. Die even tegen elkaar aanliepen. Maar het is 2-0. Doelpunt te maken Paul Bosveld. In een merkwaardige, opmerkelijke en dus nu ook hele leuke avond in de Rotterdamse Kuip. Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Na 6 minuten stond men met 10 tegen 11. Het bleef lange tijd 0-0. Feyenoord kwam op 1-0 door Kroes. En, dan, ja, en daarna is het een gekkenhuis hier geworden. 2-0. De 10 van Feyenoord tegen de 9 van Olympique. Balbezit voor Porato, de doelman van Olympique Marseille. Rond strafschopgebied. Terwijl voor ons een verdwenen portable telefoon weer wordt ingeleverd. En nu, terwijl er een aanvallende overtreding volgens mij is, krijgt de counterman de overtreding tegen. Die bal die komt op, ik denk een kleine 30 meter toch wel van het doel van Dudek te liggen. Het enige nadeel voor Feyenoord in dit geval is dat de man die hem gaat nemen voor Olympique Marseille in ieder geval de wind mee heeft. Dat is het enige. Dus een grote Feyenoordmuur is vereist. Die muur die komt op de rand van het eigen strafschopgebied staan. Net ervoor, denk ik. Een half meter ervoor. Terwijl de vrije trap genomen gaat worden. Het telefoontje is van mensen... de tweede ring afkomen vallen bij het juichen. Dat is nog eens juichen. 39 minuten gespeeld. Komt de vrije trap van de man met nummer 5. Martin. Bal in de muur. Wordt geblokt. Komt er dan weer uit. Komt in het bezit van een andere Fransman. Met name Dugarry. Maar het speelveld wordt door Feyenoord nu heel erg klein gemaakt. Feyenoord zal zich toch niet laten opsluiten. Nu met 2-0 voor en een man meer. Komt die bal nog voor? Nee, die bal die komt niet voor. Die verdwijnt gewoon in het zijnet bij de Rotterdammers. Waar ook de manager van Feyenoord, Hans Hagenstein, zich heeft gemeld. Die zal met genoegen kunnen noteren dat de boetes die er ongetwijfeld komen voor het vuurwerk ruimschoots betaald kunnen worden uit de zegenpremie van vanavond. Dudek gaat de doeltrap nemen op 5 minuten van het eind. En Feyenoord schuift op richting de middenlijn. En moet gewoon zorgen dat we deze wedstrijd rustig gaan uitvoetballen. Goals van Kroes in de 72e minuut. En Bosveld niet veel later bezorgen Feyenoord inmiddels een dik verdiende 2-0 voorsprong in de Kuip tegen Olympique Marseille. Dudek met de doeltrap. Terwijl het legioen weer zinkt en het nu niets meer uitmaakt of Feyenoord niet in eigen kleuren kon spelen. Nu wordt dit opeens misschien wel de gelukskleur. Je weet het maar nooit. Het zijn van die gekke dingen in de voetballerij. Van die onvoorspelbare zaken. Terwijl Raza een overtreding maakt nu. En bij Bayoko nog even protesteert. Getrouwd met het meisje van Ono. Balbezit dan nu aan de rechterkant van het veld bij Martin. Martin die de vrije trap gaat nemen. En weer eventjes een verzoek om geen vuurwerk af te steken. Want iedere knal is 15.000 Zwitserse franken lijkt het wel. Balbezit dan voor Bosveld die de bal afpakt. Leek mij correct van Dalma. Scheidsrechter oordeelt anders. Vrije trap snel genomen, slecht genomen. Dalma speelt de bal in de voeten van de veldsliding makende Van Gastel. Van Gastel dekt dan mee samen met Gian op Babayoko. Dalma kan dan de inworp nemen. Speelt hem naar Dugarry. Dugarry in één keer doorgetikt. Doorgetikt naar Lucin. Lucin dan tussen twee mannen in. Speelt hem naar Babayoko. Babayoko met een hakje speelt de bal aan naar Gian. Gian die naarmate de wedstrijd voordat steeds beter en met meer zelfvertrouwen is gaan spelen. Begin een beetje angstig was. Nu ook weer doorgaat aan de rechterkant van het veld. De bal te ver voor zich uitspeelt. Maar door kan richting 16 meter. En is het Martin met een verwoede ingreep. Die ervoor zorgt dat de bal over de zijlijn gaat. En dat deze rush van Gian correct en op het juiste moment is afgestopt. Wij kijken op het scorebord. Nog te spelen. 3,5 minuut. Stand 2-0 voor Feyenoord. En wie had dat na 6 minuten kunnen denken, Ron? Nee, ik niet. Zeker niet omdat ik recht voor mijn neus. Dat kun je ook overzien. Hè. Naast de duck-out van Olympique Marseille. Kees van Wonder inmiddels in het clubkostuum. Zie even met een suppost in gesprek of die bij de Feyenoord duck-out kan komen. Op het moment dat de Rotterdammers een hoekschop mogen gaan nemen. Een van de goal afdraaiende bal gaat getrapt worden door Bosveld. Daar moet wel een bal voor beschikbaar zijn. En die komt van de andere kant van het veld. Terwijl de tijd natuurlijk nu in het voordeel loopt van Feyenoord. 2-0 bovendien een puikresultaat is voor de Rotterdammers in hun tweede poolwedstrijd. In de tweede ronde van de Champions League. 2-0 leidt Feyenoord tegen Olympique Marseille. Hoekschop wordt genomen op Kroes in het strafschopgebied van Olympique. En dan trapt Bosveld uiteindelijk die bal de tribune in. Betekent dat terwijl er een andere bal nu op het veld is, dat Olympique zo meteen verder mag met het nemen van een doeltrap. Heeft de Portugese scheidsrechter die tweede bal nog absoluut niet gezien. Die komt nu in zijn blikveld omdat hij achter hem langs richting de Franse doelman Porato wordt getrapt. En mag deze op zijn beurt verder met een doeltrap. Maar die tweede treffer van Bosveld die levert die zo belangrijke goal die ertussen zit op. Waardoor Feyenoord in het gekste geval zelfs nog een tegengoal zou kunnen incasseren zonder schade. Maar het zou niet moeten mogen gebeuren vanavond met één mannetje meer inmiddels. Nadat twee Fransen in een kort tijdsbestek rood kregen van de Portugees. Is het Van Gastel die goed uitverdedigt. Ook met veel overtuiging speelt.
nu weer snel terug gaat naar de defensie. En de Fransen verder kunnen met Dalma. Die mag gaan ingooien. Gooit die bal terug. Maar dit Olympique Marseille speelt vanavond een hopeloze wedstrijd. Heeft een hopeloze opdracht die ook absoluut niet vervuld gaat worden. Maar is ook afgetroefd op inzet door Feyenoord. Want Feyenoord, we hebben het al eerder gezegd, kon op een gegeven moment moeilijk winnen in allerlei wedstrijden. Maar er is ook heel moeilijk te winnen van Feyenoord met één hele negatieve uitzondering. De wanprestatie in Londen toen de ploeg echt werd weggespeeld door Chelsea. Maar naar mijn idee ook met een verkeerde opdracht in het veld stond. Met een tweemans middenveld daar waar het juist het sterkste gedeelte van Chelsea stond. Balbezit nu voor Feyenoord. Feyenoord de verrassing nadat het in de laatste wedstrijd in Pool 1 Rosenborg uitschakelde. Terwijl er nu gevochten wordt in het vak van Marseille. En ik me dan afvraag hoe dat opeens kan. Er staat de ME tussen. Ja. Le ME est arrivé. Nu het balbezit voor Raza. En concentreren wij ons op het spel met Van Gastel. Die de bal zou moeten spelen naar Bosveld. Dat inderdaad doet maar dan even de tijd voor nam. Omdat Feyenoord de hoeken kan bespelen. Bosveld in de run. Bosveld, de maker van het doelpunt nummer 2. Speelt de bal naar Kalou. Kalou speelt de bal dan hard even terug naar Konteman. Die hem niet goed controleert. Overname Babayoko. Maar dan is meteen een overname voor de Visser. Correct, niet correct, zegt de scheidsrechter. Vrije trap voor Olympique Marseille. Terwijl Konteman dan nog even wegdribbelt met de bal. En Babayoko zegt van kom op. Snel die bal. En die bal komt er dan inderdaad. Die bal wordt dan genomen, die vrije trap, door Lucquin. Lucquin speelt de bal naar de rechterkant van het veld naar Martin. Martin speelt op zijn beurt Dugarry aan. Maar Konteman houdt Dugarry goed uit de rug. Moet hij toch oppassen, want Dugarry heeft een heel aardige beweging. Geeft die bal dan voor. En is het Dudek heel goed die erbij is voordat de bal bij Bajokin kan komen. Overigens een prachtige actie van Dugarry. Maar even mooi van Dudek. Dudek die nu de bal meegeeft aan Van Gastel. In datgene wat de allerlaatste speelminuut zal zijn van deze wedstrijd. Officieel gezien, er zal zeker nog een 2 à 3 minuten bij komen. Wacht eens op de vierde official. De Visser kaatst de bal op Van Gastel. Van Gastel geeft hem dan aan de linkerkant van het veld op Raza. Raza weet in het midden Kroes. Die staat geen buitenspel. Die zou kunnen worden aangespeeld. Kalou wordt dan weggeschoffeld. Maar de ingooi is voor Feyenoord. Nee, de vrije trap natuurlijk is voor Feyenoord. Want er wordt voor gefloten voor de overtreding van de Fransman. Die wordt gemaakt op Kalou. Ik hou even in. Dat moet ik eerlijk gezegd niet doen. Want dat kan niet bij radio. Maar er wordt 3 minuten extra speeltijd aangegeven door de vierde official. Koestert Feyenoord de 2-0 voorsprong. Speelt het inmiddels met één man meer tegen Olympique. Met 10 tegen 9 om precies te zijn. En is het hoogstandje nu voldoende om Raas zijn balbezit te krijgen. Dan krijgt hij de bal nou ook nog bij Kroes. Dat lukt niet. Er wordt uitverdedigd door Isa. Dit is goed trouwens. Wie doet dat? Pauwen. Pauwen legt die bal terug op Van Gastel. Dan is het buitenspel van Kalou. Hij is magnifiek om de doelman heen. Alleen de goal gaat niet door. Want Kalou is teruggeblazen voor buitenspel. En ook Kalou doet dit wel. Maar moet toch een beetje uitkijken met al een gele kaart op zak. Dat deze Portugees denkt, nou 9 tegen 9 eindigen lijkt me ook wel aardig. Maar dat loopt goed af en ook dat zit in deze wedstrijd opgesloten. Dat je je dat dan wel kunt permitteren en dat je dan niet wordt aangepakt door een scheidsrechter. Balbezit voor de Visser. Kalou buitenom met Isa in achtervolging. Kalou is absoluut bendiger. Is Isa kwijt? Is twee man kwijt? Nee, draait naar binnen. Weet een vrije man in de Visser. Oh jongen, naar links had gekund, maar hij wordt aangetikt. En nou vraag ik me af of hij zelf een gele kaart krijgt. Ja, ik denk dat hij zelf een gele kaart krijgt. Dan is het een schwalbe geweest. Ik wou al zeggen, ik kan me niet voorstellen. Hij had hem overigens moeten geven aan Kroes. Dat hij zomaar opeens plat gaat. Hij speelde gewoon de bal te hard voor zich uit. Hij krijgt de bal een beetje onder zijn lichaam en struikelt over de bal. Ja, en krijgt toch geel. Het is vervelend voor Jan de Visser, maar het is niet anders. Wat rest is de vrije trap voor Porato, de doelman van Olympique. Maar waar gaat het om? We spelen in de extra tijd van de tweede helft. En Feyenoord staat puntgaaf met 2-0 voor tegen Olympique Marseille. Mijn Franse collega noteert een carte jaune voor Jean Le Pêcheur. Maar het spel gaat gewoon verder. Bal wordt door Dalma niet bij Dugarry gespeeld. Dan Van Gastel speelt de bal dan naar Bosveld. Feyenoord begint nu de tegenstander een beetje uit te dagen met Kalou. Kalou met Isa bij zich. Isa die het heel moeilijk heeft gehad in deze wedstrijd. Mooie bal van Kalou. Alle openingen liggen nu aan de linkerkant. Bij Kroes. Pauw is er ook. Kroes. Geen spel naar Pauw. Pauw naar Kroes. Kroes gaat hij. Ja! Het is 3-0. Wat een prachtige mooie aanval. Kalou verlegt de bal aan de linkerkant van het veld. Kroes. En het is 3-0. Feyenoord declasseert Olympique Marseille. En Beenhakker staat ook te gebaren van, wat is dit een merkwaardige avond. Hij heeft heel veel meegemaakt, Beenhakker. Heel veel meegemaakt in zijn carrière. Maar ik denk dat dit misschien wel een van de merkwaardigste wedstrijden is die hij ooit heeft meegemaakt. Als coach zak je door de bank als je na 6 minuten je captain verliest. Als je met 10 man tegen 11 moet gaan opboksen. Als je dan toch op 3-0 komt in de wedstrijd die met 10 tegen 9, 10 Feyenoorders tegen 9 Fransen gaat eindigen.
3-0 Feyenoord tegen Olympique Marseille. Wat een lekkere klats. En ook voor het doelsaldo is dit een hele lekkere hoor, zo langzamerhand. Balbezit nu voor Olympique Marseille. 3-0 de voorsprong voor Feyenoord in datgene wat de laatste minuut zal zijn van deze wedstrijd. Dugarry loopt dan nog even door op Dudek. En Dudek gaat erbij liggen. Is toch even geraakt door Dugarry. En het is afgelopen. Feyenoord wint met 3-0 van Olympique Marseille. Fantastisch. Twee keer Kroes, één keer Bosveld.